Het Edes Datacentrum is dé plek waar je heel veel informatie over de sociale huursector kunt vinden. Je vindt er de resultaten uit de Edes Benchmark, maar ook gegevens over onderwerpen als leefbaarheid en kwetsbare doelgroepen, duurzaamheid, het aantal sociale huurwoningen en de bedrijfsvoering van corporaties. Kortom, ben je voor jouw corporatie op zoek naar cijfers of wil je meer weten over thema's als vergrijzing, de ontwikkeling van huurprijzen of het aantal reparatieverzoeken, om maar wat te noemen? Blijf dan vooral kijken. In deze video laat ik je zien hoe je je weg vindt in het Edes Datacentrum, zodat je snel relevante informatie kunt vinden of een analyse kunt maken. Een groot deel van de gegevens in het Edes Datacentrum is openbaar. Een ander deel is alleen beschikbaar voor corporaties. Dan moet je wel eerst even inloggen. Heb je nog geen account? Registreer je dan eerst. Als je bent ingelogd, kun je er heel veel vinden. Maar voor nu zoomen we even in op de Edes Benchmark. Klik op Benchmark Resultaten en dan kom je in het hoofdmenu. Als je linksbovenaan op het hoofddashboard klikt, zie je de belangrijkste benchmark resultaten van jouw corporatie. Daar kan je ook een mooie graphic van downloaden. We noemen dat een factsheet. Wil je nou meer informatie over een prestatieveld? Klik dan door op dat thema. Dan kom je op een pagina met meer verdiepende informatie. Hier kun je jouw resultaten vergelijken met die van een andere corporatie, bijvoorbeeld met een regio of een grote klasse. Zo krijg je inzicht in de overeenkomsten en verschillen. Daar kun je van leren. Bovendien is het een mooie aanleiding om die andere corporatie te bellen en eens verder te praten. Het Edes Datacentrum vullen we ook met cijfers van andere bronnen, zoals het CBS, Woon, de prognoseinformatie, de verantwoordingsinformatie, share data over duurzaamheid en cijfers van de Edes corporatiemonitors. Hoe kun je met al deze data aan de slag? In de databank kun je data van verschillende bronnen combineren. Stel, je wilt weten hoeveel woningen van jouw corporatie zonnepanelen hebben. Dan klik je op het hoofddashboard op duurzaamheid. Dan kom je in het dashboard duurzaamheid. Je scrolt naar beneden naar zonne-energiesystemen. Daar zie je het percentage van het aandeel zonnepanelen van jouw corporatie ten opzichte van Nederland. Wil je jouw presentaties nou nog meer verdiepen? Klik dan op Ga naar database. Hier kun je bijvoorbeeld het aandeel zonnepanelen van jouw corporatie vergelijken met één of meerdere andere corporaties. Ook kun je in de database andere indicatoren toevoegen aan de grafiek, zoals bijvoorbeeld informatie over isolatiewaarde of het daadwerkelijke energieverbruik. Je kunt dus zelf kiezen op welk niveau je je cijfers wilt zien en vergelijken, bijvoorbeeld op corporatie, regionaal of landelijk niveau, maar ook over welke periode. Het geeft je dus hartstikke veel mogelijkheden. Ook heb je de mogelijkheid om de cijfers naar eigen wens te visualiseren. Dat kan bijvoorbeeld met verschillende soorten grafieken, zoals staaf, cirkel of lijn, maar ook in kaarten of complexere diagrammen. Je kunt de grafieken als Excel of PDF-bestand downloaden of als grafiek in een PowerPoint-presentatie invoegen. Zo deel je ze makkelijk in je organisatie of met stakeholders. Poeh, best een hoop informatie zo, maar we hopen dat je enthousiast bent geworden en zelf direct aan de slag gaat met het Edes Datacentrum. We hebben nog een aantal mooie hulpmiddelen. Die vind je in het startscherm van de databank. Als je voor de eerste keer inlogt, kun je ook een virtuele tour volgen en wat oefeningen doen. Handig? Namens Edes bedankt voor het kijken en heel veel succes. Doei!